kwam hier bij deze bijeenkomst om eigenlijk een belangrijk moment te helpen markeren, waarbij zeg maar, de gemeente zeg maar, dit meer gaat loslaten en eigenlijk van alle betrokkenen eigenlijk vraagt en hoopt ook dat ze het stokje overnemen en het naar de toekomst brengen. En dat heb ik eigenlijk als een soort metafoor, als een expeditie neergezet, om vanuit mijn ervaring te kijken van wat leer je eigenlijk van samenwerken en samen doelen omarmen. Wat ik heel leuk vond om te zien was de grote opkomst, een heel mooi gevulde zaal. Wat ik ook heel mooi vond was de diversiteit. Dus letterlijk de stropdas, zakenman tot en met de student, heel stereotyp, maar alles wat ertussen zit. Zo hoort het ook, hè. Stad is ook vitaal als die divers is en dat zag ik heel goed terug in de zaal. Ik ben volgens mij ook naar een van de eerste geweest, een aantal jaar terug. En ook naar de wat latere edities en dan zie je letterlijk van, weet je, hoeveel mensen erbij zijn gekomen. En hoe groot dat netwerk binnen de stad eigenlijk is geworden. En ook gewoon dat het zo populair is en dat mensen daar echt bij willen zijn. Wat ik wens, ja, dat er initiatieven blijven komen. En welke ik persoonlijk heel erg mooi vond, is die combinatie van kunst en techniek. Want dat is eigenlijk ook het visitekaartje van Delft, hè? Delft Creating History. De vraag is alleen of wij bereid zijn om het eigen belang in eerste instantie los te laten en de dingen voor anderen te gaan doen. Dus die beweging maken, het zal nu gaan blijken of wij daartoe in staat zijn in Delft. Je kunt de crisis met een lachtig gemoed zien en met intelligentie erop reageren. Want de situatie zelf is niet goed of slecht. Maar de manier waarop wij reageren op een situatie bepaalt eigenlijk of het een ramp wordt of dat het een zegen wordt. Het is juist heel erg mooi dat we eigenlijk dit initiatief nu kunnen teruggeven aan de stad. Als gemeente hebben we natuurlijk hier een voortrekkersrol in gespeeld. Door als eerste partij dit netwerk te gaan organiseren en partijen bij elkaar te brengen. En nu kunnen we het weer overdragen aan de stad. Dus dat is eigenlijk een heel mooi initiatief. Wat je ook in de presentatie van Marco naar voren kwam. Van kom je nou iets halen vanuit je achterban of kom je wat brengen? En dat is wat ik in de SCMD heel erg probeer naar voren te brengen. Van we zitten daar voor een gezamenlijk belang. Het versterken van de economische positie van de binnenstad. En wat kan je daaraan bijdragen? En ook daar wederzijds begrip. Netwerk is zonder meer in goede handen. Uiteraard ben ik er ook weer bij. Vanavond? Je bedoelt zometeen of borrelen? Nu?